welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe make-up look die helemaal viraal is gegaan op TikTok. En dat is de Clean Makeup make-up look. Dit is een hele makkelijke, simpele, clean make-up look. Een hele schone, frisse make-up look. Ik zal een aantal voorbeelden in beeld brengen. Zoals je kunt zien is het heel minimalistisch, heel simpel, heel mooi glowy. Gewoon alsof je bijna geen make-up op hebt. Wat ook echt zo is, maar je hebt een aantal verschillende varianten van deze look. Ik heb een aantal video's gezien hierover. En je hebt de hele makkelijke versie waarin mensen echt like 5 producten gebruiken en klaar zijn. En dan wat meer uitgebreide versie waarin mensen toch net wat meer make-up aanbrengen. Maar het blijft wel allemaal echt heel clean, heel simpel en gewoon heel fresh vooral. Het is gewoon een hele freshe, glowy make-up look. En het leek mij heel leuk om deze look te proberen. Heel anders dan mijn normale full glam looks. En dit is echt een ideale look gewoon voor everyday. Heel simpel als je gewoon naar school gaat, werk gaat en gewoon makkelijk en snel klaar wilt zijn. Ik ga niet per se voor de hele snelle versie met slechts 5 producten. Maar ik ga ook niet voor de hele uitgebreide versie. Ik heb een beetje een middenweg gevonden. En ik ga gewoon op mijn manier deze look creëren. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up look. Oké, de look van vandaag gaat eigenlijk niet alleen maar over de make-up. De clean en make-up look heeft ook te maken met haren, kleding, sieraden. Alles is heel simpel. Dus ik heb gewoon een neutraal shirt aangedaan. Heel makkelijk, heel simpel. Qua sieraden heb ik het ook heel simpel en minimalistisch gehouden. Gewoon deze hoop oorbellen en een ring en that's it. En ik heb mijn haar in een hele strakke knot naar achteren gedaan. Dit is echt de haarstijl die ik in elke clean make-up video zag. Dus ik zal jullie ook eventjes snel laten zien hoe ik dit heb gecreëerd. Oké, nou jullie hebben net gezien hoe ik mijn haren heb gedaan in een strakke knot naar achteren. Begin deze haarstijl altijd met natte haren, want dat is veel makkelijker om het mooi strak en plat te krijgen. En dan ga ik nou beginnen aan de make-up. Zoals je kunt zien heb ik nog helemaal niks gedaan. Ik heb mijn wenkbrauwen niet eens gedaan, want die ga ik vandaag ook op een beetje een andere manier doen. Dus ja, ik ben wel een klein beetje sceptisch over deze make-up look, want het is echt heel anders dan hoe ik me normaal opmaak. Vooral de wenkbrauwen. Ik ben vooral heel bang voor de wenkbrauwen. Mijn wenkbrauwen doe ik altijd op één manier. En daar hou ik ze gewoon echt altijd bij. Dus om mijn wenkbrauwen nou een beetje anders te gaan doen, vind ik een beetje spannend. Maar goed, laten we gewoon beginnen. Iedereen begint deze look met dagcrème. Ik adviseer om sowieso elke make-up look te beginnen met een crème. Zodat je huid gewoon lekker gehydrateerd is. En dan heb je gewoon de perfecte basis voor onder je make-up. Heel veel mensen gebruiken gewoon hun dagcrème al als een glowy base. Maar ik niet. Ik ga hierna nog in met een glowy primer. En dit is mijn dagcrème van Elemis. En dit is de Anti-Wrinkle Anti-Aging dagcrème. Deze geeft niet per se een glow aan je gezicht, maar het maakt mijn gezicht wel echt heel smooth vooral en gehydrateerd. Dus dat lijkt mij ook gewoon top. Zo begin ik in principe gewoon altijd elke look, maar dit doe ik altijd off beeld. Normaal heb ik mijn wenkies ook al gedaan, maar die ga ik nou op een later tijdstip pas aanbrengen. Qua gezichtsmake-up is het echt heel belangrijk dat je een mooie, egale en vooral glowy basis creëert. Deze look moet echt heel glowy zijn. Heel fresh. Dus ik ga in met een olie primer van Pixi. Dit is echt mijn go-to olie primer. Is echt ideaal en het geeft echt een prachtige glow aan je gezicht en het hydrateert. Dus ik vind dit echt ideaal voor de look van vandaag. En dan smeer ik dit nog over mijn hele gezicht in. Zoals je kunt zien komt er echt al gelijk een glow, maar het is ook gewoon een olie. En ik heb een vrij doffe, droge huid. Dus ja, ik kan elk glanzend product die er is wel gewoon goed gebruiken. En dan eventjes goed laten intrekken voordat ik verder ga. Kijk wat een mooie glow dit geeft.
I love it. Ik vind dit ook altijd heel mooi om te doen als ik geen make-up opdoe. Dan breng ik gewoon zo dit aan over mijn gezicht en that's it. Oké, dan foundation. In plaats dat ik dat aanbreng en mijn hele gezicht plamuur, ga ik in met mijn Morphe Hydrating Tinted Moisturizer. Deze heeft een hele lichte dekking, maar wel een klein beetje kleur en maakt mijn gezicht ook een klein beetje egaal. Ik heb hem in de kleur Glow 7. 10 Glow 7. En deze is echt ideaal, want het is gewoon een crème die gewoon een beetje getint is. En het geeft ook weer een hele mooie glow. Dus echt ideaal voor de look van vandaag. Zo, dit ziet er zo mooi uit. Ik hou ervan hoe mijn gezicht er nou uitziet. Heel mooi naturel. Dan ga ik in met concealer. Ik ga in met mijn Catrice True Skin Concealer. Deze heb ik in de kleur 032 Neutral Biscuit. En deze hydrateert echt intens en heeft een goede dekking. Dus ideaal om wat plekjes te bedekken. Breng alleen niet te veel aan. Normaal breng ik echt superveel concealer aan. Maar nu breng ik letterlijk gewoon zo een paar stipjes aan. En that's it. We moeten het vandaag echt zo minimaal houden als kan. Ik heb hier wat plekjes, dus daar breng ik een beetje concealer aan. En that's it. Gewoon letterlijk dit. Jullie weten dat ik normaal echt veel meer aanbreng. Dus dit is echt heel anders voor mij. Maar op zich is dit eigenlijk wel gewoon genoeg. Ik snap ook niet waarom ik altijd zoveel aanbreng. Nou jongens, het is letterlijk alsof ik geen make-up op heb. I love it. Zo mooi dit. Dan om wat kleur terug te brengen op mijn gezicht, ga ik ook in met een cream stick voor blush. Dit is de Cheek Kiss Cream Blush van Messauda. In de kleur 101. En deze is echt ideaal voor dit soort looks. Dit is echt een van de mooiste kleuren die ik heb qua cream blush. Echt super mooi. En dan breng ik die gewoon zo een klein beetje aan. Een cream blush is veel meer naturel dan een poeder blush. Eigenlijk is elk cream make-up product vaak meer naturel dan poeder. Dus dit is ideaal voor de look van vandaag. Oh, I love it. Dit is zo mooi. Deze blush stick heb ik al eventjes niet meer gebruikt. Maar hij is echt heel mooi. Hij brengt ook gewoon heel mooi aan op poeder. Dit is echt een heel fijn product. Gewoon te koop bij Douglas. Alles wat ik vandaag gebruik staat ook beneden in de beschrijving. Als je iets wilt terugvinden, dan is dat gewoon zo makkelijk te vinden voor jullie. Ik wil toch iets meer aanbrengen. En ik ga ook zo een klein beetje over mijn neus voor een soort van sun-kissed effect. Zo, nou ben ik dus allemaal ingegaan met cream producten. Cream producten kunnen al heel snel gaan verschuiven. Dus ik ga het ook een beetje vastzetten met Impressed Poeder van Clarins. De Ever Matte Poeder in de kleur 00. Dit is gewoon een transparante Impressed Poeder. En ik pak een klein beetje met mijn spons voor hier zo bij de concealer. Want hier gaat het echt altijd creasen. Dus hier breng ik wat poeder aan gewoon zo met de spons. Ik breng niet al te veel aan, want ik wil wel gewoon dat mijn gezicht echt glowy blijft. Maar hier zo moet het echt, want ik weet gewoon hoe mijn gezicht is. En ik weet gewoon dat hier anders echt helemaal gaat creasen en het er straks niet meer uitziet. En dat is ook weer niet wat je wilt. Dus ik breng gewoon letterlijk alleen maar daar een beetje poeder aan en that's it. De rest van mijn gezicht hou ik gewoon helemaal zo. Dan ga ik nu beginnen aan de wenkbrauwen. Dit is het deel van deze make-up look dat mij het meest zenuwachtig maakt. Normaal maak ik mijn wenkjes altijd best wel heftig en dat is gewoon hoe ik ze altijd doe. Of ik nou een full glam look maak of een natural look. Ik doe mijn wenkjes altijd op één manier. Deze look van vandaag echter kan ik ze niet zo heftig maken, want dan ja, dat is gewoon echt niet deze look. Wat ik zie is dat de meeste mensen eigenlijk gewoon mijne alleen maar wenkbrauwgel gebruiken. Dus ik ga in met mijn Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Dit is de meest heftige brow gel die er bestaat als je dit product aanbrengt. Jongens, jouw wenkjes blijven echt gewoon vaststaan voor de hele dag. Dus deze ga ik vandaag gebruiken. En ik heb ook hun kwast erbij. Ik doe ze eerst gewoon zo omhoog nog zonder product. Ik heb niet heel veel wenkbrauwhaartjes. Dan pak ik gewoon een beetje van de Brow Freeze. Dan breng ik die gewoon zo aan in mijn wenkjes. Dit product is echt geweldig. Ik raad het ook zeker aan. Het is niet heel goedkoop. Maar ik persoonlijk vind het wel echt waard. Kijk even wat dit doet met de wenkbrauwen. Kijk, zo was het net toen ik geen product had gebruikt. En kijk dit. Dit is echt ideaal. I love it. Nou, als je gewoon mooie volle wenkbrauwen hebt, dan is dit eigenlijk gewoon basically al wel genoeg. Maar ik heb niet heel veel wenkbrauwhaartjes en ik wil ze toch nog een klein beetje invullen. Dus ik ga in met mijn NYX Brow Pen. De Lift & Snatch Brow Tint Pen in de kleur Black. En dan ga ik het toch nog een heel klein beetje inkleuren. Ik ga gewoon van die neppe haartjes creëren. Daar is dit product echt ideaal voor. Het is zo'n hele dunne pen en echt ideaal voor neppe haartjes. En dan ga ik dat vooral hier zo doen bij de staart. Want daar heb ik niet heel veel haartjes.
Ik ben klaar met mijn wenkies. Wat vinden we ervan? Het is zo anders dan hoe ik het normaal doe. Maar op zich vind ik het er best wel goed uitzien. Ik moet er gewoon een klein beetje aan wennen. Maar het is wel echt heel natuurlijk. Ik denk dat ik dit gewoon voortaan wel ga aanhouden. Mijn wenkies zien er op zich niet echt heel slecht uit. Ik weet niet waarom ik dat altijd vind. Ik vind het er best wel goed uitzien. Let me know wat jullie ervan vinden. Want ik ben er echt heel benieuwd naar. Jullie weten hoe ik ze normaal doe. Maar voor zo'n natuurlijk look vind ik dit eigenlijk wel heel leuk. Oké, dan ga ik nou beginnen aan de ogen. De ogen ga ik letterlijk niks mee doen. Geen oogschaduw, geen eyeliner. Ik heb wel gezien dat in sommige video's ze dat wel doen. Maar ik vind dat toch een klein beetje too much voor zo'n clean make-up look. Dus ik ga letterlijk alleen maar in met mascara. Als ik mooie, volle, lange wimpers had gehad, was dat ook echt genoeg geweest. Maar ik denk dat ik toch inga met wat nep wimpertjes. Want ja, ik heb gewoon echt bijna geen wimpers. Ik ga in met een van mijn fave mascara's. En dat is de Better Than Sex mascara van Too Faced. Kijk, deze verpakking, hoe leuk. Dit is van hun Too Femme collectie. Daar heb ik ook een hele video over gemaakt. Dus dit is van die collectie. Vandaar dat de verpakking zo mooi is. Een beetje anders. Hij valt weer uit mijn hand. Er gaat geen enkele video voorbij dat ik niet minimaal één keer iets laat vallen. Ik ga wel even mijn wimpers eerst krullen. Kijk hoe heftig mijn wimpers zijn. Hier dan. Ik heb hier nog niks aangebracht. Deze mascara, jongens, is echt amazing. Ik denk dat ik niet eens net mijn wimpers ga aanbrengen. Dit ziet er echt goed uit. Ik hoop wel dat ze gewoon een beetje omhoog blijven staan ook. Want dat is altijd het probleem. Ze blijven maar heel eventjes omhoog staan en dan vallen ze weer. Jongens, ik denk oprecht dat ik gewoon geen nep wimpers ga aanbrengen. Deze look van vandaag is zo anders. Maar ik vind echt dat mijn wimpers er echt goed uitzien. Dit is echt de magische combinatie. Wimpen krullen van Tweezerman. Echt van Tweezerman halen. Ik weet, die kost wat, maar is het echt waard? Je wimpers gaan echt omhoog staan. En de Better Than Sex mascara van Too Faced. Dit is echt een droomcombinatie. En dan een klein trucje die ik vaak doe om mijn wimpers nog voller te maken. Is dat ik inga met een zwart oog. Potloodje in mijn waterlijn daar. En dan lijken ze wat voller en langer. Kijk gewoon hier zo. En dan maak ik hier mijn waterlijn helemaal zwart. En dan als finishing touch ga ik ook nog in met een cream highlight. Dit is de Morphe X Alvani Greg Highlight. En daarvan ga ik echt een klein beetje aanbrengen. Echt niet te veel. Ik breng een klein beetje zo aan op mijn hand. Dit is echt een prachtige kleur. Heeft deze naam. Hij heet The One, maar er is er ook maar eentje. Deze gebruik ik heel vaak als glow hier over mijn borst. En dan pak ik gewoon een heel klein beetje en dan breng ik dat gewoon zo hier aan. Voor een klein beetje een extra glow. Maar echt super subtiel, maar een heel klein beetje. Je kunt ook nog ingaan met cream bronzer, maar die stap heb ik overgeslagen. Omdat ik het dan allemaal toch wel iets too much vind ofzo. Maar dat zou ook wel mooi kunnen zijn. Zo heel subtiel dit. En dan ook een beetje bij mijn voorhoofd. Nou, dan ben ik helemaal klaar met mijn gezicht en mijn ogen. Dit is mijn versie van de clean make-up look. Dan als laatste de lippen. De lippen moet je natuurlijk ook super, super naturel houden. Je kunt ingaan met een lippalmpje, een clear lip gloss, een lipolie. Waar ik het meeste van hou is een lipolie. Want dat vind ik echt een perfecte combinatie van een lip gloss en een lippalmpje. En een van mijn faves is de Clarins lipolie in de kleur 04 Candy. Ik haal even eraf wat ik nou op heb. En dan ga ik in met deze. Het is echt super naturel en het heeft een hele lichte roze kleur, maar het is echt heel minimaal. Het ruikt ook echt heerlijk. Als je op zoek bent naar een goede lipolie, die van Clarins zijn echt geweldig. Ik heb er echt een heleboel. Zoals je kunt zien is die ook al bijna op gewoon. Zo fijn vind ik hem. En dan als laatste een fixing spray dat ook mijn gezicht gaat hydrateren. Dit is de Hydrating Mist van LA Girl in de geur Dragon Fruit. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was mijn versie van de clean make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind het super mooi. Het is zo mooi fresh, glowy en naturel. I love it. Ik vind dit echt super mooi. Het is makkelijk. Het is snel. Echt ideaal. Zelfs over de wenkbrauwen ben ik gewoon tevreden. Ik heb mijn wenkjes zo echt never ever gedaan. Maar ik ben er best wel enthousiast over. Ik denk dat ik dit best wel vaker gewoon kan doen bij natural looks. Heel erg mooi. Zoals altijd ben ik ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Is dit een look die jij zou creëren? Of wat voor manier zou jij doen om de clean make-up look te maken? Want je hebt echt heel veel verschillende manieren. Maar dit is echt heel makkelijk, heel snel. I love it. Ik vind het echt veel mooier dan dat ik van tevoren had verwacht. En ook weer heel anders dan de normale looks die jullie hier op mijn kanaal zien. Nou, dit was het dan. Zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!